Tientallen automobilisten zijn sinds vanmorgen €237 armer. Ze reden op de A67 bij Geldrop en negeerden een rood kruis boven de weg. Betalen dus, want de politie had de weg deels afgezet omdat er een ongeluk gebeurd was. Daardoor ontstond de andere kant op een kijkersfile waarin ook weer twee auto's op elkaar botsten. Botsingen en files. Het is dagelijkse praktijk op de A67 tussen Eindhoven en Venlo. De verkeerswethouders van 7 gemeenten langs die snelweg slaan nu de handen ineen. Ze willen dat het Rijk nu in actie komt. Nou, we willen in ieder geval dat de weg een stuk veiliger wordt. Want onze inwoners durven bijna niet meer over de weg 's morgens naar Eindhoven als ze daar werken. De minister die gaat wel aan de slag met de A67. Maar voordat we daar hier echt profijt van hebben, dan zijn we 6-7 jaar verder. De A67 dus, een van de belangrijkste snelwegen in onze provincie. En dat wordt steeds meer een rampweg. Dit is hem. Bij Bladel komt de A67 ons land binnen. Via Eindhoven gaat hij richting Venlo en daarna door naar Duitsland. Een drukke weg met heel veel vrachtauto's. Vooral tussen Eindhoven en Venlo loopt het dagelijks vast en gebeuren heel veel ongelukken. Ja, het Rijk heeft ruim 200 miljoen uitgetrokken om daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld met extra rijstroken. Maar dat kan nog jaren duren. De wethouders hebben daarom nu zelf maar plannen gemaakt die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Nou, we willen in ieder geval dat de weg een stuk veiliger wordt. Een vrachtwageninhaalverbod, snelheidsbeperking in de spitsuren of in ieder geval op het moment dat het druk is. Dan moet je realiseren dat er een soort kolonnenvorming ontstaat met die vrachtwagens. Op het moment dat je dan de in- en uitvoerstrook een heel stuk langer maakt, over de vluchtstrook bijvoorbeeld, dat kost geen asfalt. Dan kun je in ieder geval een weefpak maken waardoor de automobilist snelheid kan maken en toch kan invoegen. Het lijken nogal wat maatregelen die wethouder Martens van Asten opnoemt. Maar volgens hem zijn het kleine aanpassingen. Ja, volgens mij is dat heel simpel, want het zijn twee verkeersmaatregelen. Dat is een paar borden en een verkeersbesluit. Het andere is een beetje wegmarkering. En misschien moeten we hier en daar een paar pechhavens aanleggen. Maar dat is ook relatief eenvoudig. En zolang er niks gebeurt, vallen er volgens de 7 wethouders onnodig veel slachtoffers. Het project loopt dus, daar zijn we blij mee. Alleen tot die tijd moet er echt iets gebeuren. Eind dit jaar maakt de minister bekend hoe de A67 aangepakt wordt.